to Pure Strength 3, coming to you direct from Stirling Castle in Scotland. This year we have teams from America, from Great Britain, from the Netherlands, and for the first time I see eight strong men, all taking part in television's quest to find the strongest nation in the world. Well, referee of the grueling events you're about to see coming up, my fellow commentator, Jeff Capes. Hi, Alison. Hi, Jeff. Just how strong are these men? Well, in one word, I think it's awesome. In fact, one of the competitors we've nicknamed the Nightmare. I won't tell you which one, he'll probably hit me. But now, I think 16 events in 4 days is probably the most grueling, testing event that I've been associated with. I'm sure the competitors would say the same. Some of the events, well, they've never been seen before. They've been looked at, they've been devised so we can not trip them up, but actually test every ounce of strength throughout the body. Zoals gezegd, 4 teams uit 4 verschillende landen. De meeste kent u, zoals Bill Kersmeyer uit de Verenigde Staten. 145 kilogram zwaar en 3-maal sterkste man van de wereld. Zijn maat, de powerlifter Odie Wilson. Een reus van bijna 2 meter en 175 kilogram. Het vroegere hulpje van Jeff Capes vertegenwoordigt Engeland, Mark Higgins. 2 meter 5 en 160 kilogram. En deze man, Jamie Reeves, inmiddels gekroond tot sterkste man van de wereld. 150 kilogram en 1 meter 88. Voor IJsland een nieuw gezicht, Magnus Ver Magnusson. 1 meter 83 en 130 kilogram. Zijn maatje, Hjalti Arnarsson. Het vroegere hulpje van Sigmarsson. Een beul van 1 meter 90 en 136 kilogram. Voor Nederland ook 2 bekenden. Zoals Tjalling van der Bos, de sterkste man van Nederland. 1 meter 90 en 148 kilogram. Een Fries uit Achlem. En dan Apolders uit Rotterdam. De man die onlangs nog formidabel tweede werd in San Sebastian. Bij de sterkste man van de wereld. Een meer dan verantwoord gezelschap dus in dat Stirling Castle in Schotland. Waar de degens op krachtdadige wijze gekruist worden. Kersmeyer en Wilson nemen alvast een voorschot. Want bij het eerste onderdeel staan een zwaard en een roemer met dampende vloeistof centraal. Een soort heksenmedicijn. En wat dat allemaal inhoudt, dat ziet u nu. Naast elkaar de zwaarden met de punten naar elkaar toe. En daarop een bord waarop dan die roemer of zeg maar glas met vloeistof staat. Totaalgewicht 95 kilogram. Dit zijn de IJslanders. En hier de Engelsen. De Amerikanen Odie Wilson en Bill Kersmeyer. En de IJslanders hebben het moeilijk. Daar gaat het mis. En onder het toeziend oog van Jeff Capes gaan de andere 3 teams door. Tjalling en Ab spreken hun reserves aan. En Jimmy Reeves lacht zoals altijd bemoedigend. Let op de ogen van Odie Wilson, star op het glas gericht. En Tjalling bijt. En dan zijn ook de Nederlanders los, terwijl de Engelsen en de Amerikanen doorgaan. Gezicht van Mark Higgins. Eén minuut en 48 seconden hielden ze het vol, maar de Amerikanen winnen. Zij gaan ruim 10 seconden over de tijd van Higgins en Reeves heen. Hey, it's really tough out holding this thing. It's super heavy. You know, this is Odie's first time at World's Strongest Man competition outside of powerlifting. He said he didn't have any experience. I think he did real well. Odie, how was that for you? It felt pretty good. Had a pretty good teacher. He's strong. He's real strong. Real strong, en dat mogen we rustig van deze 175 kilogram zware Odie Wilson zeggen. Okay. British team, Jamie and Mark, we thought you had the Americans then. What went wrong? Well, I think I got the DTs, and I don't drink. Very tough event.
We've lost one battle, but we're still in the war, and we've got a lot more fighting as yet. No confidence loss yet? No, this is just the start of things. We'll warm up as we go through the competition. De uitslag van het eerste onderdeel. 1 de Verenigde Staten met 10 punten. 2 Engeland, het krijgt 8 punten. 3 Holland, 6 punten. En 4 IJsland met 4 punten. This next event is an event which neither myself or Mark have ever done. It involves lifting these 220 kilo logs, which is around 500 pounds, onto the trestles there. And large, they're around 5 foot high. So that in itself is going to be a feat of strength lifting the logs on. We don't know whether it can be done. And as for cutting them and then running with them, well, what do you think, Mark? Well, I think we're probably fitter than the Americans, and we're also a little bit taller, so it should suit us. But they are very heavy, so there's a lot of strength that will come into play as well. Are you ready? Go! Nou, u hoorde Jamie Rees al uitleggen wat de bedoeling is. Die boomstam van 220 kilo moet worden verplaatst. En als dat dan gebeurd is, dan moet die boomstam worden gelegd in die schragen die we daar zien, waarvan het snijpunt op 1,50 meter hoogte ligt. En dat op zich is al een geweldige klus. Come on, 220 kilo. En die moet daar eerst overheen en dan erin. En dat is dan pas onderdeel 1 van dit onderdeel. Want vervolgens gaan de heren hakken in nat, keihard hout. Dat ding moet door, moet in tweeën. En nu pas zijn de Amerikanen zover. Luister naar het gekletter van die bijlen daar op die binnenplaats van dat prachtige Stirling Castle. En let op wat de Amerikanen voor geweldige truc hebben bedacht. 175 kilo van Wilson wordt uitgeprobeerd op die boomstam die gedeeltelijk is doorgehakt. En nu lukt het. Dat ding is in tweeën. Higgins neemt die truc over. Althans probeert dat. Terwijl Kesmaier en deze kleine meneer Wilson 175 kilo met een schoothondje aan de wandel is, zo lijkt het. Die boomstammen moeten worden verplaatst naar het eindpunt. En hier gebeurt iets vreselijks met Higgins. Die probeert het en krijgt dan 110 kilo, de helft van die boomstam, bovenop zich. Pijn dus. Kesmaier is er. En Higgins heeft pijn en heeft het moeilijk. En terwijl de Amerikanen het tweede gedeelte binnenhalen, het eindpunt dus, is Reeves onderweg met zijn gedeelte. Higgins. Kesmaier, gesloopt. En Higgins, die terecht hulp krijgt van zijn maatje Reeves. Ja! Reeves blij, maar ze hebben wel verloren, althans, deze heat. Kijken we nog even naar Higgins wat daar gebeurt. 110 kilo, vol op zijn borst. En hier Wilson, die laat zien hoe het wel moet. Judges, are you ready? Track clear. Good. Come on, are you ready? Go! Goed, hier 2. Tjalling van der Bos en Opwolders tegen de IJslanders Magnusson en Arnarsson. 220 kilo verplaatsen naar dat platform waar die schragen staan. En dan er dus weer overheen tillen. De Amerikanen waren de snelste in de eerste heat. Net onder de 2 minuten. Wat gaat er uit deze heat komen? De IJslanders kunnen beginnen met het hakken. De Nederlanders moeten dat ding er eerst nog overheen tillen. En dat gebeurt hier. Move it across. Move it across more. Kleine misslag van Tjalling van der Bos, terwijl de IJslanders al flink ver zijn. Kijk hoe die dit gaan aanpakken. Dezelfde truc als de Amerikanen en de Engelsen, dus erop springen. Of gewoon doorhakken in dat keiharde hout. Wolders schijnt het rustig aan te doen met Van der Bos. En daar gaan inderdaad de IJslanders erbovenop. En als een lucifertje breekt die, en dan kunnen ze doorgaan, het verplaatsen naar het einddoel, naar de finish. De Amerikanen dus net onder de 2 minuten. Wat zullen deze IJslanders doen? Zullen ze sneller zijn dan de Amerikanen? En de Nederlanders zijn nog steeds aan het hakken.
Kijk, en dat had Van der Bos kunnen weten. Dit houdt risico's in. Hij gleed er nu af en het liep goed af. En we blijven rustig doorhakken. Terwijl de IJslanders hier hun handel inleveren en blij zijn. En ze kunnen blij zijn, want ze finishen in 1,5 minuut. Zijn ermee sneller dan Amerika, dus ze eindigen als eerste. En dan lukt het nog niet. En dan lukt het uiteindelijk wel. En dan kunnen de Nederlanders beginnen met het verplaatsen naar de streep van die twee houtblokken. Maar ze worden wel laatst op dit onderdeel. What was the easiest part for you? I think it was the cutting. How was it for you? Well, the people in Iceland, they have a great expectation for us because we won the World Championship up in Canada, the team trophy there. So we were off with a very bad start. But in Iceland, we say that bad start often brings good end. This is our first time, and it is a good feeling that we proved that we can do something. Well, we started after seeing the first heat. We thought we'd do it nice and slowly and finish before them, but one way in the middle something went wrong. What? Ja, en dat kun je wel zeggen, maar voor deze man uit IJsland ging het goed. Die wonnen voor de Verenigde Staten. Voor Engeland dat op de derde plaats eindigt en, zoals gezegd, dus Nederland op de laatste plaats. Het tussenklassement daardoor wordt de Verenigde Staten 18 punten, Engeland 14 punten, IJsland eveneens 14 punten en Nederland sluit de rij met 10 punten. And so the battle for points continues up there at the castle in an area that's well used to man's struggle for superiority and excellence. This is Stirling Old Bridge, where in 1297 William Wallace defeated the English forces at the start of the Wars of Independence. Today it's one of Stirling's best known landmarks. Next event, bricklift. The lifter must start with his hands on the brick. No other part of the body is allowed. So it'll be up, one, two, down. First lifter in the brick lift, Charlie van den Bosch, Holland. Een gekend onderdeel dus. Het baksteen tillen was een aantal jaren geleden een van de onderdelen bij de sterkste man van Nederland competitie. De stenen zijn 2,5 kilogram zwaar en we beginnen met een opwarmronde van 12 stenen. 30 kilogram dus. En daar heeft Charlie van den Bosch geen moeite mee. Next lifter. Odie Wilson, USA. Odie Wilson, ook voor 12 stenen opwarmen. En geen probleem voor deze gigantische powerlifter uit North Carolina. En binnenkort zien we hem ook aan het werk bij de sterkste man van de wereld. Een nieuw gezicht, zoals gezegd, Magnus Vermagnusson uit IJsland. Good lift. Down. Hij knikt voldaan en weet dat hij er nog heel wat meer kan hebben. Great Britain, Mark Higgins. Mark Higgins, de vroegere assistent van scheidsrechter Capes. Hij is inmiddels